smart here, being all I need. And Julie, Julie's in the name. All the same, so all the same. Dus doe even mee. De weggeefhoek van Harry continu. Op Facebook loopt het allemaal. Dus toets even in het zoekvakje. Weggeefhoek van Harry continu. Of eigenlijk toetsen op de beste manier. Continu. Zonder radio. Continu. En dan weggeefhoek. Wat zijn jullie van de club? Tankstations van Den Belt. Stichtingbestuur. Heeft van Almelo. Zoveel jaren al. Sinds oprichting van de stichting IJsbaan Almelo, ja. En hoe lang was vroeger daar in de dijk? Je had twee ijsbanen. Was vroeger. Dat is IJsbaan Oost en IJsbaan Twente. IJsbaan Twente zat in de Graaf Allee en Oost zat aan het Margraaf. Oké. En die zijn, omdat IJsbaan Oost moest bij Margraaf naar weg, in verband met woningbouw. En toen zijn we samen gefuseerd in 2099, zo'n beetje zijn we gefuseerd. Dat was één vereniging. En dat is Stichting IJsbaan Almelo. En wanneer was de eerste ijsbaan in de... 2000, hier is de in Almelo. Ja, in Almelo. Ja. Twente, dat is de eerste ijsbaan. 1867. 15 jaar geleden. Krijgt u die APK voor niets. Oh, daar waren jullie niet bij, denk ik. Hè? Zorg aan de vloeistoffen bijvullen en laten vervangen. Kijk op Renault.nl. Toen waren een heleboel... Mensen die uit Oost-Groningen hier in de textielindustrie aan het werk gingen. En die hebben toen de Groningen IJsclub opgericht. Oké. En die was hier? Ja, en dat vond de Graaf, omdat niet zo'n denderend idee. Nee. Omdat ze er ook zaten op de kolk toen op die vijver mochten schazen. Ja, ja. En zodoende is de Twente officieel de Twente IJsclub geworden. Mooi. Dus dat is ook een probleem met de Twente IJsclub. 18 zoveel? 18 zoveel. Lekker zoete van de een. En Oosten is later gekomen. Het is nu 2017, geloof ik. 1953 is volgens mij het Oosten. Dat is een jubileum eigenlijk, hè? De miljonairs zijn bij Plus. Ja, 150 jaar precies, hè? Deze week 500 gram van 1,49 voor maar 59 cent. Dus nu doen, dit is het seizoen. Plus, goed eten. Daar houden we van.